We zijn bij de opening van de tentoonstelling Cloudbusting van twee Groningse kunstenaars, Arjen Broerstra en Wim Warrink. Zoals je ziet, zit ik hier op een huis in de wolken, in het CBK. Voor jullie is er fan van Kate Bush? Ik? Ja. Maar dat is niet waarom we op die titel kwamen. Oh. Want de titel Cloudbusting heeft te maken met, zeg maar, met wolken jagen, met grote dingen doen, grootse dingen doen. En die misschien ook wel weer gebakken lucht zijn tegelijkertijd. Wij zijn beeldend kunstenaar en we hebben hier allebei een installatie gemaakt waarin we ook geprobeerd hebben elkaar op te zoeken. En dat idee is geboren uit het feit dat Wim eigenlijk altijd mijn assistent was in mijn vorige projecten. Hoe begint een idee en hoe ontwikkelt het zich en hoe eindigt het hier? Je bedoelt hoe we elkaar in de tentoonstelling hebben gevonden? Ja. Nou, bijna letterlijk. Door een verbinding te maken via een touw naar elkaar toe. En dus vanuit mijn huis loopt er een touw naar een ingreep van Wim. Dat is een klem waarin een blok klei hangt. Die eigenlijk door zijn eigen gewicht meteen vervormd wordt. En als mijn huis beweegt, beweegt zijn blok klei. Dus eigenlijk beïnvloeden we elkaar heel letterlijk op dat moment. Is dit daar een bedoeling achter? En waarom interesseert dat jou zo, die krachten die werken? Ja, ik heb gewoon een fascinatie voor mechanica. En hoe dat en het mooie aan zo'n stuk mechanica is dat, zeg maar, de klei hier zichzelf mishandelt. Doordat het dus zo zwaar is, kost het de klem meer kracht om omhoog te komen. En omdat die klei zacht is, drukt die klei zichzelf samen. Waarom denk je dan dat dat ook interessant is voor de mensen die zo komen kijken? Want jullie hebben natuurlijk zo je opening hier. Ja, ik heb geen idee of het interessant is voor een ander om te kijken. Nee, pardon? Wij denken nooit over na wat het publiek ervan zal vinden. Nee, dat is een rare gedachte is om dat te zeggen. Maar ja, ik doe het vooral omdat ik het interessant vind. En of iemand anders het interessant vindt, daar ben ik niet mee bezig. Nee, dat is denk ik ook een verkeerde motivatie om werk te maken, om het voor een ander te maken. Dat... Okay. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel heel mooi dat er straalt een enorme fysieke pijn bijna uit dat blok klei. En die is heel mooi door te vertalen naar je eigen fysieke pijn misschien wel. Hè? Als je er heel veel betekenis aan zou willen geven. Eigenlijk heb ik geprobeerd om dat blok klei, die bundeling van klei, op te liften. Ik wou zien wat er ging gebeuren met die klei als daar op spanning komt. Wat er ging gebeuren door het eigen gewicht. Als hij dus in die lus hangt, wat gebeurt er met die klei? Want hij hangt niet meer. Hij hangt nu niet meer. En er komt... Wat is er gebeurd? Nou, dat is dus wat er, waar ik zo nieuwsgierig of benieuwd naar was. Dat door het eigen gewicht drukt het op die onderste blokken, eigenlijk overal omheen ook, want je ziet dat het hier helemaal ingesneden is. Dat is dus onder ook gebeurd en die broodjes zijn uit elkaar gevallen. En straks heb je na een week geen ding meer over. Nou, ik denk, het lijkt er nou op dat het nou in balans is. Ben je benieuwd naar deze tentoonstelling? Kom hem dan zien in het CBK. Hij is nog 2 maanden te bewonderen.